Dit is nieuwsuitzending nummer 129. Ja, ik was vandaag op een verjaardagsfeest van de drummer van mijn band. En dan kreeg ik een beetje op mijn flikker van de leadgitarist, die er ook was. Evenals de bassist. Dus we waren er met z'n vieren en we hebben gelachen, jongen. En een gein gehad. Anyway, dus is A-N-N-I-E-W-E-E. Anyway, die leadgitarist zei tegen mij, je moet wat sneller beginnen. Dus dat heb ik dus te harte genomen. En ik ben er nu echt keihard in geramd. En dan keren we gewoon weer terug naar mijn rustige tempo. Want ik begin graag een beetje rustig en ik eindig altijd een beetje wild. Even een boertje laten. Ja, we hebben echt ontzettend lekker gekletserd. En er waren ook dames bij, hè? En het was allemaal gezellig, joh. En iedereen knuffelen en drie zoenen bij het afscheid. Man, wat een leuke verjaardag van de drummer van onze band. Maar even terug naar de serieuze tijd, want hier hebben we het vanavond over gehad. En ik ga even een stukje voorlezen. Dit is gewoon een inleiding, hè? Gewoon lekker rustig achterover gaan zitten. Het is nou op mijn klok 2 uur 's nachts. Maar dat maakt geen dol uit, want ik heb een leuke verjaardag gehad. Dus ik heb maximaal tot 3 uur. Paus Francis. Al, dit is dus niet goed gespeld. Mag ik gelijk al mee beginnen? Want het is Pope Francis, ja? Het is Nederlands of Engels? Even kijken wat dit eigenlijk is, hoor. Van wie komt deze meuken? World Unity? En waar is het dan gepubliceerd? Kijk, Pope Francis, oké, hier is het weer goed. Dus onze paus. Ik lees even voor wat World Unity... Kijk, hier is het wel weer goed gespeld. Paus Franciscus. Maar dat noemde zij Franciscus de Eerste, eigenlijk. Pope Francis the First. Geeft waarschuwing af. Nou, dat is leuk. Dit is deze man die je hier in beeld ziet. Dat is de vleesgeworden zoon van God. Op zijn Engels klinkt het. Het is de zoon van God. Verborgen achter een veel of flesh. En een veel, dat is toch een sluier of zo. Achter een sluier van vlees zie je hier God. Dit is hem. Waar mijn vinger momenteel... Kijk, hier zit zijn ene neusgaatje. Hè? Er zit er wel eens een beetje peukerig in. Hè? Soms moet hij naar een sloppenwijk. En dan zit hier allemaal van die meuk in zijn neus. En dan kan je dus hier ook... Moet je even peuteren. Ik zal hem iets groter maken. Lukt dat? Ja, dan kunnen we iets beter in zijn neus peuteren. Kijk, dan kan dus hier ook een beetje zitten. En daar een beetje zitten. Maar een beetje zoon van God, die kan in zijn eigen neus peuteren, joh. Dat maakt het uit. Hè. Dat was een grapje natuurlijk. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Ik gooi echt heel erg vaak nieuwsuitzendingen weg, omdat ik achteraf vind van, Perry, dit kan niet. Hier schrik je mensen mee af. En in je neus peuteren is misschien ook wel een vorm van seksisme. Ja, weet je veel. Ik ga niet verder. Ik ga... Kijk. Paus Franciscus vertelt... En die is dan weer een spelfout. Paus Franciscus heeft verteld... En dan mag je er een D zetten. Je kan zeggen... Paus Franciscus zegt... Dat is gewoon een D. Christenen zich voor te bereiden op de apocalyps... Kijk, nu zie je al gelijk dat hier sprake is van, dit heet
Dit is een nieuwe term hoor. Het is niet racisme en niet, maar het is religionanisme, denk ik. Dus onderscheid maken op basis van religie. Dus de paus, de huidige paus, die heeft bedacht van nou, we gaan de Mohammedanen niet vertellen dat de apocalyps eraan komt. Dat is gemeen. Hij moet gewoon eerlijk zijn. Hij moet tegen iedereen vertellen dat de apocalyps eraan komt. Want die komt er ook aan. Namelijk, ja. Dat kan niet anders. Uit een oersoep is ooit de wereld ontstaan, volgens de wetenschap. Later is gezegd, uit chaos ontstaat uiteindelijk een orde. En paus Franciscus, die wil alleen de christenen dus redden. Nou, ik vind het een viespeuk. Persoonlijk. Want ik heb een aantal Mohammedaanse vrienden. Nou, als je die niet meeneemt op je grote schip, meneer Noah. Of praat ik nu te snel? Want paus Franciscus de Eerste is toch onze redder? En hij wil de Mohammedanen laten zakken? Allemaal. En trouwens, wat heeft de paus überhaupt te maken met het christendom? Ik zou het echt niet weten hoor. Gewoon geen flauw idee. Hij gelooft toch in de moeder van God? Nou, hoeveel. Wie. Ik ga er gewoon helemaal van stotteren. Sorry voor mijn stotter. Maar wie is de fucking moeder van God? Als ik al niet eens weet wie God is. Tenminste, nou maar dat is allemaal heel beperkt. En die heeft ook nog een moeder. En die moeder van God, die gaan we vereren. In haar blauwe jurk. Of hebben we het hier over georganiseerde orgieën? En orgie, dat spel je O-R-G-I-E. En orgieën, dat spel je O-R-G-I-E. E met een trema erboven en dan een N. Net zoals kippen-ei. Ik denk dat ik echt wel weet hoor. Want wat zit hij hier nou over te zeuren? Ik ga hem gewoon uitvergroteren. En dat wordt nog veel erger, want ik heb nog tot 3 uur hè, vannacht. Hij, dat is de onfeilbare mens. Hè? De mens die geen fouten kan maken. De mens die geen fouten kan maken. Veroordeelde de aanslagen en beweerde dat het gebruik van de islamitische waarden als justificatie om zo de slachting te rechtvaardigen gelijk was aan godslastering. Nou, ik zou jullie allemaal willen, misschien dat je beter eerst naar die eerste uitzending van mij over Marianne Vaatstra. Met dat ding van Henk J. Maus. Dat requisitoor. Over taalgebruik. En dit is natuurlijk opgetypt door World Unity. Dus dit is tweedehands informatie. En toch denk ik zeker te weten dat worldunity.me, de .me... Die hebben dit best wel aardig opgeschreven met een typfout her en der. En dat vergeef ik die mensen zonder meer. En als ze toch boos zijn, dan krijgen ze van mij een biertje. Maar dan moeten ze wel langskomen in Café de Wacht. Ik ga niet helemaal met de trein naar... waar wonen deze mensen eigenlijk? Vlachtwedde of zo. Dat vergeef ik ze allemaal. Het is heel erg goed dat de mensen hierbij stilstaan. Deze mensen die achter World Unity
Je wilt zien, is die .me. Oh, dat is Apple. Apple, jongens. Ik heb ook een .me-account. Goed, die onfeilbare mens die veroordeelde de aanslagen. Ja, what the F. Als er mensen zijn die doorgedraaid zijn, die moet je gewoon afleiden, afvoeren. Weg, 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 weg. En dat gelijk te stellen aan godslastering, ben jij gek? Gewoon oog om oog, tand om tand. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus als deze mensen denken dat ze aanslagen mogen plegen, nou, dan mogen wij ze ook gewoon verrot schieten. Wat is het probleem? En dat Mohammedaanse geloof, en daar ga ik het een andere keer nog wel over hebben. Maar dat is zwaar verbonden met de katholische kirche, de katholieke kerk, de universele kerk. Want daar zit het probleem. Natuurlijk is er een algemeen geloof. Ik kan met Mohammedanen, ja, ik ken Marokkanen, moet ik eigenlijk zeggen. Ze gaan niet iedere dag naar de moskee. Ofzo. Maar ze hebben wel respect voor de Koran. En ze hebben respect voor het feit dat ik een christen ben. En zij zeggen dan gelijk tegen mij, jij tegen mij dan, hè? Jij moet goed begrijpen dat in ons boek staat dat wij respect dienen te hebben voor Jezus, of nee, Isai? Isai heet hij. Isai is voor hun een profeet. Nou, ik ben een volger van Isai. Nou, klaar. Dus zij hebben respect voor mij. Want ze hebben respect voor mij, wat zij dan noemen, hè, een profeet. Dat vind ik ook goed. Wat maakt mij het uit? Jezus is toch al lang dood. Dus, hè. Dat schept een band, als je snapt wat ik bedoel. En die band, dat is genoeg. Want ik weet dat Jezus de enige geboren zoon van God is. Ik weet dat wat Jezus heeft gezegd, dat is Sambal tot de macht Gochel. En Gochel, dat is een 1 met 100 nullen. Sambal tot de macht 1 met 100 nullen. Erg heet. Zoals Jezus zei, ik ben hier niet gekomen om vrede te stichten, ben jij gek? Ik ben hier gekomen om de boel in vuur en vlam te zetten. En nog wel meer. Hij heeft wel de boel. Jezus was taalkundig nogal in de richting van perfect. Naar het oordeel van een logicus zoals ik. Een veel betere hebben we voorlopig nog niet gezien. We wachten nog op de terugkeer. Is stil geweest sinds die tijd. Maarten Luther, daar was nog een goede klootzaak. Om het maar even christelijk te zeggen. Nou, die Poop Francis, die lost zich dus helemaal suf. Oh, hier is alweer Paus Francis. Nou, ik zou eigenlijk webmaster moeten worden van deze. Nee, wat moet je zeggen? Je moet eigenlijk een dame overheen. Nou, deze video ga ik. Even kijken, deze is 9 minuten. Maar die heb ik niet helemaal voorbereid. Deze gaat het om. Die ga ik zo dadelijk full screen zetten. En het is dit boek. Dit is een daadwerkelijk boek. Het is geen conspiracy, hoax, theorie, samen, nee. Verschwörungs,
theoriek of zo. Het is gewoon echt boeken. De same old klojo's, die zijn weer terug. Het is gewoon kut. Maar aan de andere kant, het geeft ons de mogelijkheid om, voor zover je een klootzak bent, en dan al hangen je ballen in je buik, maakt me ook niet uit, als je maar een klootzak bent. Een hufter. Gewoon pak ze. Terugpakken die eikels. Want ze komen eraan hoor. En beter luister je naar wat ik jullie door kan brieven als een papegaai. Papa. Een pauselijke gaai. Maar ja, dit is het boek, The Global Vatican. Dit is een videoserie. En ik doe de sound, die staat uit. Ja. En hier kan je hem helemaal, wordt het boek gefileerd. Dan legt Tom Fresh het helemaal uit. En dit is de serie daarnaast. Dit krijg je automatisch. Dus als je de eerste pakt. Dit kan je wel goed zien, hè? Tom Fresh exposes The Global Vatican. Dat gaat dus over dat boek wat ik net liet zien, hè? Hier zie je een fotootje. Dit is, wij noemen hem zelf in de slums. In het moeras hier in Nederland heet deze kerel El Gore Smeerlap. En dat kan je ook zo zien. Dat is gewoon een rijke viespeuken. Dat is een bloeddrinker. En dat is die kleinzoon van die vent die Auschwitz-kampen heeft gefinancierd. Lag ze helemaal kapot. En dit is die lul, die ken ik dan niet. En die heeft iets van. Het is van kleurtje. Hoe noem je dat? Pink. Roze. En die zit er een beetje bij te smilen. Daar gaat het om. Dit wat je hier ziet, ik zal hem even groot zetten. Ik ga niet op play doen, hè. Maar wat je hier ziet, dit is jouw BTW en jouw accijns en jouw loonbelasting en jouw onroerend goedbelasting. Waar denk je dat die poen vandaan komt om deze pakjes te betalen? Is dat om door daar links zie je George Bush, die kleinzoon. En die opa, heet Prescott Bush, die heeft toen Auschwitz gefinancierd. Hè? Maar dat kost klauwen en poen, man. En iemand moet daarvoor betalen. En ze hebben het goed voor elkaar, hoor. Het gaat uitstekend met ze. Het Vaticaan heeft het nog nooit zo goed gedraaid als tegenwoordig. Het gaat eigenlijk steeds beter. Vooral die ideeën over homoseksualiteit en een homohuwelijk en seks met kleine kinderen en seksles aan kleine kinderen. Mijn zus die werkt in het onderwijs en stond er in de krant op de voorpagina dat ze zouden gaan oefenen met masturbatieles voor vijfjarigen. En mijn zus zei: Nou, waarom niet? Ik was toen geschokt. Dan gaan we dus even nu naar deze kijken. Ik heb nog. Oké, ik ben. Dit is 10 minuten. En dan ga ik even de microfoon omschakelen. Even wachten. Want ik ben iets vergeten. En dat is niet zo slim van mij. Dus ik ga nu weer heel erg ouderwets. Pas op. Rustig. Dat je het goed kan horen. Gaan we gewoon even een stukje luisteren. Ja, dat pakken we 5 minuten. Ik zal even inleiden. Dus dat boek wat ik je net liet zien, The Global Vatican, dat is geschreven door een man.
En die man die wordt momenteel geïnterviewd. Dat ga je zo dadelijk zien. En dan kan je ook echt zien wat er aan de hand is. En als het je niet dun door de broek loopt, dan ben je mooi een stomme klojo. Want hier kan je zien what the F is going on. En wat ga je hier aan doen? En ik heb daar het antwoord op hoor. Maar luister maar even naar, ja? Even voor die skinny. Dat is veel gezelliger namelijk. Komt ie. Ambassador Francis Rooney, who's ambassador to the Holy See from 2005 to 2008, appointed by President George W. Bush. He has a new book called The Global Vatican. And very fitting as Pope Francis arrives in the U.S. Ambassador, thanks for being here. Thank you for having me on, Brett. You know, as the Pope arrives here, there is such a thought of seeing what he says from across the sea through a political lens. And it's interesting to hear everyone digest what he says about various issues. You know, as you look at how this Pope has reached out to people and talked about things, what's your feeling? Well, I think he's kind of positioned himself as the consummate moral authority in the world, reaching out on... Okay. Hier zegt deze meneer, die dat boek geschreven heeft van het mondiale Vaticaan, hij zegt nu dat de paus de morele autoriteit is. Hoorde je dat? Zou je hem even terugpakken? Over de lol. Je moet gewoon de tijd in de gaten houden. Pak gewoon even terug. The world reaching out on some of these overall. Oh. Sorry. Ik ook leren. Adam Curry, kan je ook naar luisteren, die heeft ook zo'n grap. Reached out to people and talked about things. What's your feeling? Well, I think he's kind of positioned himself as the consummate moral authority in the world, reaching out on some of these overarching issues that, as you say, have global implication, not just here in the center of the universe. And I think our perspective on him may be a little narrow versus his perspective of looking at whether it's refugees and migrants all around the world, looking at the environmental damage all around the world. And I think it's been very interesting how he focuses his message and tailors it to a United States audience, both at Congress and in his homilies here. You were appointed by President Bush. You talked to a bunch of conservatives. And when they talk about the Pope, there is some angst in some corners about his positions and how it falls with the Republican Party, for example. Well, I think there's a great... Yeah. Hier moet ik me even stoppen. Carol Quigley heeft een boek geschreven. En dat heet Tragedie en Hoop. Dat is niet op zijn Nederlands vertaald. In het Engels heet het Tragedy and Hope. En daarin wordt duidelijk gesproken dat er een ratio studiorum is op te zetten met twee politieke partijen. En dan gaat het volk de ene keer naar links kijken en de volgende keer kijkt het volk naar rechts. En onderwijl ben jij de grote poppenspeler. En die boekwerp die ik ervoor zei, daar ga ik eigenlijk, nou, dat heb ik de vorige keer, en die heb ik geweest, dan werd ik boos. Deal of angst on the part of some very doctrinaire Catholics about his welcoming tone concerning some of the life issues. And he's caused a bit of an uproar in that respect. In terms of the economic positions that he's taken, I think he's caused some angst among many of us conservative, liberal economic believers who feel that the United States system of free enterprise combined with personal liberty is the greatest gift to humanity that there has ever been, and has created more opportunity for more people than any system. I really hope the Pope learns a little bit about us when he's here. Yeah, because he sees it. Hij zegt dat hij echt heel erg hoopt dat de onfeilbare mens gaat leren van I and I, zoals Bob Marley saai. Anders rijmt het niet. Hè? Dat de paus, dat hij echt gaat leren van de Amerikanen. Jorge Mario Bergoglio
die was verantwoordelijk voor de vuile oorlog in die zin dat hij had in kunnen grijpen. Hij had de middelen om in te kunnen grijpen en heeft hij niet gedaan. Vuile tongen zeggen dat hij dat juist heeft bewerkstelligd. Dat hij daar opdracht toe heeft gegeven. Maar dat zijn vuile tongen. En daar heb ik geen enkel bewijs voor. Wat ik wel weet, is dat hij de middelen had. Jorge Mario Bergoglio, onze huidige paus. Paus Franciscus op zijn Nederlands. De eerste. Die had de middelen om het te stoppen. En hij heeft er niet veel van gebakken. Het lijkt eigenlijk op... laat ik dan geen gekke dingen zeggen, maar iets op uit je neus peuteren. Nou, uit je neus peuteren, dan mag dat wel. Perhaps through a prison of where he grew up and where he served in Buenos Aires. I think definitely the case. He's from a country that is autocratic, that has spent 60 years spinning itself into a... Kijk, hier wordt ook een leuk ding gezegd. He is from a country that is autocratic. Autocratisch. Dus een land wat onder eigen beheer stond. En dat is dus kut, naar de mening van de man die je nu in beeld ziet. En die heet Francis Rooney. En hij is ambassadeur geweest namens de Verenigde Staten te Vaticaanstad. Daar heeft hij 3 jaar heerlijk gedineerd, interessante gesprekken gehad en gesproken over hoe de mensheid in elkaar dient te zitten. Nog iets meer OV-chipkaartjes erbij, waarschijnlijk. Hè? Hebben ze OV-chipkaart overleg gehad. Bolivian, which at the turn of the century was as big or bigger than the United States economy, and where the companies are oligopolistic, and many of whom are cronies with the state, and cronies with each other, these huge families, and they don't provide for their people, and I don't think there's a safety net. And they don't provide for their people, and I don't think there is a safety net. Het punt is, ik wil helemaal geen safety net. Ik wil gewoon de mogelijkheid om te kunnen ondernemen. En desnoods word ik loonwerker, of pleeschoonmaker. Whatever, zeg het maar. Vuilnisman. Tentenbouwer. Dat zit er bij mij niet in. En misschien vuilnisman is een beetje ook wel een soort sportschool, zullen we zeggen. Als ik dan de eerste diensten niet helemaal hoef te draaien. Ik ben waarschijnlijk halverwege helemaal kapot. Tegen die andere vuilnismannen. Maar dat ik mag ondernemen. En dat ik 80% zo'n beetje, nou liefst 95%. Maar goed, 80% is ook mooi. En 80% van de energie die ik stop in mijn bezigheid, in mijn weldoen, ja, die mag ik zelf houden. En als ik die dan geef aan iemand die voor mij wat prostituee is. Omdat ik denk van ja kindje, dat kan echt niet bij jou thuis. Want dan heb je heel veel met die prostituees. Die hebben gewoon geen kerel. Dat je zegt, hier heb je 100 euro. En laat me iemand komen voor je waterleiding. Niet dat je seks moet hebben met zo iemand. Daar gaat het me niet om. Dat je gewoon geld kan geven. En of iemand aan mijn prostituee is of niet. Dat is mijn keus. Ik wil niet dat Francis Rooney. Die neemt mij al mijn geld af. Want Francis Rooney. Die organisatie. Die kost mij dus fucking 80%. Grosso modo. En dan gaat hij al mijn geld verdelen.
met het heilige inzicht van de onfeilbare mens. Ach man. Yeah, in Argentina to care for the poor. So the link between capitalism and maybe corporatism is pretty short in Argentina. Hoor je dat? Dit is een vette. Volgens mij zei hij. Nu gaan we kijken of ik me vergis. Hè? Maar hij had het over een connectie tussen katholicisme en corporatisme. Even controleren of ik dit goed gehoord heb. Die vorige uitzending die ik hierover gedaan heb en weggegooid heb omdat ik hem te slecht vond, heb ik dit niet gehoord. In Argentina to care for the poor. So the link between capitalism and maybe corporatism. Je hoort hem, hè? Catholicism and maybe. Ik nog een keer checken. Geen gezeik, iedereen rijk. Want dan kan ik jullie in één keer uitleggen wat hier aan de hand is. With each other, these huge families, and they don't provide for their people. And I don't think there's a safety net in Argentina to care for the poor. Ja? So the link between capitalism and maybe corporatism. Dat was hem. En wat zegt hij daarna? Is pretty short. Is pretty short. Nou, meer hoef ik eigenlijk niet te vertellen. Ik zal vertellen, corporatisme. Die term die is in de wereld geslingerd door een meneer. Een meneer, het is een geintje. Door Mussolini. Benito Mussolini. En dat was een soort neef van Adolf de vioolspeler. En je kent hem wel. De vioolspeler op zijn Duits is Ein Fiedler. Dus, Adolf Fiedler. Ein Führer waren. En dat was Mussolini ook. En hier zegt hij het gewoon. Katholicisme en corporatisme. En corporatisme is de samensmelting, zeggen ze dan, van kerk en staat. Kerk en de businessen. In principe hoef je niet een staat te hebben met een democratie en allemaal die stomme stembureaus en al die burgers uitnodigen met allemaal dat ontzettende CO2 verontreiniging met al die stembriefjes. Want de overheid, dat moeten we ook heel goed begrijpen. Ik vind ook echt dat we medelijden moeten hebben met deze rulers, hè? Deze heersers, hè? Want die kennen niet automatiseren. Ze krijgen nog steeds van die stembriefjes met zo'n enveloppie en een blauwe envelop en een rode envelop en een groene envelop. En dan moeten we ook nog het papier scheiden van het restafval. Ja, stuur die stomme enveloppen niet. Dat scheelt me zoveel geld. Laat mij gewoon stemmen of via Facebook of zoiets. Niet zelf heb ik dus geen enkel vertrouwen in wat van ook systeem wat gebaseerd is op PHP. Maar dat ben ik. Ik vind het gewoon boelkrap. Maar goed, laten we even verder luisteren naar wat meneer Rooney nog meer te vertellen heeft. In Argentina, exactly. And so his experience is totally different than what we know. When he says inequality of wealth, we're in the hash marks of inequality of wealth compared to a place like Argentina, which is way out on the sidelines, you know. In your book, you talk about your time and U.S.-Vatican relations. How has that evolved? Well, it's been very interesting to see. Vraag. Daar kan ik gelijk wat over zeggen. Want in 1865, toen heeft het Vaticaan, dat is waar je nu zo'n gebouw van ziet, en dat wordt ook wel genoemd het Tweede Babylon. Of, ja, het Tweede Babylon, dus Babylon heeft zich verplaatst. Want het punt is, best geinig eigenlijk, overal waar Babylon komt, dan krijg je uiteindelijk een mergelt de grond uit. Uiteindelijk gaat het allemaal naar de kloten. En dan moeten ze weer verhuizen.
En dan pakken ze al hun goud en hun parels en diamanten en karren met paarden ervoor. En dan tegenwoordig hebben ze dus Humvees. En dan gaan ze weer ergens anders naartoe. Dus ze zijn momenteel bezig om zich te verkassen naar China en Zuid-Amerika. Ze denken vanuit daar weer verder te kunnen doorstarten. En dit gaat natuurlijk helemaal kapot. Hè. In 1865 hebben ze de Amerikaanse president genaamd Abraham Lincoln. Die hebben ze gechopt. Met een kogel door zijn nek geschoten, door zijn kop geschoten. En die hebben ze gewoon John F. Kennedy. En toen heeft Amerika de diplomatieke betrekkingen met deze organisatie. Het is een staat. Gewoon een land. Dat zijn zigeuners. Hè? In de slechte zin van het woord. Ik wil geen Roma of Sinti belederen. Maar dit zijn globalisten. Want daar heeft Amerika de contacten met de globalisten verbroken. De diplomatieke betrekkingen. Was dat. En die zijn hersteld ten tijde van het heerschappijschap van Ronald Reagan. En dat was ook een katholiek. Ja, yeah. Gossig. Toevallig. Maar Abraham Lincoln hebben ze gewoon doodgeschoten. En wel meer, hoor. Ze hebben die burgeroorlog in Amerika veroorzaakt. Dus ze hebben de Franse Revolutie. Daar hebben ze de vinger in gehad. Dit zijn ongelofelijke eikels. Sorry voor mijn boertje. The shift from back a little bit back from Pope John Paul's kind of aggressive personal. Kijk, dit klopt ook niet. Hij zei net Pope John Paul's. Je spoelen maar terug. Dan kan je de. Dat ga ik nou niet doen, anders wordt het video zo lang. Maar er waren er twee. Want we hebben het hier over de paus Johannes Paulus de eerste en er is een Johannes Paulus de tweede. En welke Johannes Paulus heeft hij het over? Want die ene Johannes Paulus die werd na 33 dagen in functie dood aangetroffen door zijn huishoudster die hem ontbijt kwam brengen om 4 uur 's morgens. Of zoiets. En die avond daarvoor was er niks aan de hand. Dus wat is er gebeurd met Johannes Paulus de Eerste? En gewoon te spreken over paus Johannes Paulus, dat doet mij een beetje psychotisch aan. En zo negeert Francis Rooney het feit dat het wel degelijk ging om twee mensen. Namelijk de eerste. En de tweede. Of is hij van mening van ja, die eerste Johannes Paulus. Ja, dat was niet echt een Johannes Paulus hoor. Die tweede. Dat was een Johannes Paulus. Dan is Francis Rooney knettergek. Engaged diplomacy when he went to Poland, when he went to Nicaragua and things like that. It's almost like they've reversed back to more of the old Ostpolitik where they were playing for the long ball, more of a quiet diplomacy. Look what happened in Cuba. He didn't meet with the dissidents, neither did Benedict, although many young monsignors in the Vatican were hoping he was going to meet with the Damas and Blanco. And so I think that might have been a missed opportunity from my point of view, but from their point of view, I think they're pursuing more of a long-term containment, long-term, waiting the Castros out, if you will. He is, Pope Francis is not a veteran of the Curia. He is not an insider in the Vatican. He is somebody who comes from the outside and is shaking things up. Is. Moet je even naar kijken. Zet me even stil. Maar ik ga niet terugspoelen. Moet je even kijken hoe die waggelt. Dit is Wammers waggel, man. Is that shake-up happening?
I think it is. I think it's really important what he's doing with the Vatican Bank and the Curia. Echt moeite om vooruit te komen. Before the conclave, I believe it was Cardinal Worrell who said we need more of an American executive style of governance here to be able to react with the speed and clarity that the modern world of communications and technology demands. And so the Pope's, I think the Pope's on a strong ground there trying to do that. It's a different time, too, in that not only is the U.S. facing threats, but the Vatican is facing threats from ISIS directly. This is a different environment. You served during a time where the war on terror really started, and now it's evolved. The Vatican's taking direct threats all... Ja, de war on terror. Laat ik even iets erbij pakken. Voor jullie informatie. Ja. Dat is een hele leuke upload die eraan komt. Oh. Hij is klaar. Kom maar zo. Ik heb hier mijn conspiracy files. Dit is. Oh, nog. Ik mag nog. Fokken die fokken. Opschieten, Peggy. Schiet. Deze moet ik hebben. Dit boek. Deze man, die heet Avro Manhattan. En is geboren in 1914. En die is dus, even kijken hoe oud hij dan geworden, 76. Ja, 76 geworden. En die staat hieronder, ik zal even voorlezen. Avro Manhattan was the world's foremost authority on Roman Catholicism in politics. A resident of London during World War II. He operated a radio station called Radio Freedom. Broadcasting to occupied Europe. Oh, that's not interesting. He was the author of over 20 books, including the bestseller, The Vatican in World Politics. Yeah. And that book, the title is Vietnam. Why did we go? Het religieuze begin van een onheilige oorlog. Het schokkende verhaal van de katholieke kerk, haar rol in het opstarten van de oorlog in Vietnam. Nou, wil je het hebben over terror? Nou, ik denk dat de oorlog in Vietnam behoorlijk terror was. Of niet? Of niet, sorry. Of vind jij de oorlog in Vietnam... kom op. Was mich nicht umbringt, start meer. Of was het nou, was mich nicht umbringt, start meer. Maar ik kan geen Duits, dus wat maakt het uit? Dit zijn de terroristen. En Avro Manhattan, die vertelt erover. Dus als je oorlog wil voeren, ja, ga dan oorlog voeren tegen die eikelino's die Vietnamoorlog zijn begonnen. Doe daar wat aan. Wie waren dat? En dan hè, terug naar het begin, geen gezeik, iedereen rijk. En waar waren we? Hier waren we. And the rest. It's a serious situation. You know, when we were going to ambassador school, some of the other ambassador candidates that were there with me and Kathleen were saying, well, you don't have to worry about security. You're going to be with the Holy See. Truth, and in fact, the State Department had Italy and the Holy See as a couple of the very highest security threats even back then because of the antipathy towards the church by the radicalized elements of Islam. Is there a sense that his message here in the U.S. is going to be on different tiers. You know, everybody's going to hear something that they can get behind. I think that's probably the case. I think he's going to keep it high, 30,000 feet, broad brush principles. I'm sure he will refer to his fundamental diplomatic outreach around the environment, around immigration. He may even get into the Cuba. You're hearing it, huh?
De paus is, dat is de Geert Wilders van de wereld. De paus kan echt alles. Die is politiek bezig. Geert Wilders die gaat een beetje door Almere lopen. Die gaat er ook een beetje, ja, een beetje buitenlanders knuffelen, een beetje aardig doen, whatever. Maar de paus, die moet je in de gaten houden. En je moet niet stemmen op de paus. En je moet niet stemmen op iemand die vindt dat je best op de paus mag stemmen. Want de paus is niet onfeilbaar. Dat is gewoon niet zo. Dat idee dat komt uit Egypte. Het heeft te maken met het killen. Ja, het is allemaal ontzettende diepe psychologie. En het is idioterie. En je kan je er helemaal in verdiepen, maar je kan niet een onfeilbaar mens kiezen. En dat hebben wij ook helemaal niet nodig. Wat ik nodig heb, is dat mensen afblijven met een centen, met een vingers van mijn centen. Dat heb ik nodig. Of dat als iemand met vingers aan mijn centen komt, dat ik hem een klap voor zijn bek mag geven. En dan roept iedereen, yeah! One down! How more to go? Yeah, take down the suckers! Ik ben een kind van God, ik stam niet van de apen af. En deze klojo's die lopen een beetje te beweren dat ze weten hoe het geloof in elkaar zit. Het zijn gewoon Maria-vereerders, het zijn idolateristen. Idolateries. Beeldvereerders. Embargo, you never know with this guy, you know. And that would be a logical next step for him to bring up. I wouldn't be surprised at the UN if he didn't bring up Iran and non-proliferation. His main passion, though, is the poor. I believe so. He's worked with the poor his whole life. Ja, dat geloof ik ook. De paus houdt ongelooflijk veel van arme mensen. Daarom kweekt hij ze ook. Deze fijne paus, die heeft erop toegezien. En ik heb hem nooit een brief mogen schrijven. Maar mijn dochter kreeg geen rekenles meer. En ik heb mijn dochter, Effing, moeten leren staart delen. En leren vermenigvuldigen daarvoor... Ook. Dat moest ik thuis doen. Homeschooling. En die fijne paus die... Oh, is niet zo leuk, man. Als ik mijn mooie pakje maar aan heb. En allemaal misdienaartjes. En dan gaan we van het weekend weer een zwarte mis houden. Met een zwarte paus. Ik geloof hier helemaal niet in. Ik vind dat het meest stomme idee. Ik schaam me ervoor om... Ik zeg het even overnieuw met mijn checkje uit mijn mond. Ik schaam me ervoor om een mens te zijn als ik dit zie. Dan denk ik, gadverdamme. Is dat mijn soort? Ik dacht het niet. He comes from a country that doesn't do a good job of looking after their poor and marginalized people. And I think that... that perspective pervades the way he looks at everything else. And like I say, I hope that he sees in the United States a much different country with a real middle class. You know, he told a reporter last summer, when a reporter asked him, why you don't ever say anything about the middle class, he said, I don't know much about the middle class, but I'm going to study up on it. Isn't it leuk, huh? I do not know much about the middle class, but... I will study on it, of up on it. So, I will study it. De paus, Jorge Mario Bergoglio, zo heet hij, weet niets van de middenklasse. Nou, dat is ook precies hoe het model in elkaar zit. Van een middenklasse wil je niks weten. Waar je van wil weten is een bovenlaag met mannen zoals deze kerel, Francis Rooney, met een goed gestrikte stropdas, kan je hem ook in één keer ophangen. Dus als je deze man op wil hangen, hoef je hem alleen maar bij zijn stropdas te pakken en dan hangt hij.
heb ook een hele tijd geleden gestopt. Ik ben een hele tijd geleden gestopt met het dragen van stropdassen. Maar deze man kan je in één keer ophangen. Je moet gewoon bij zijn stropdas pakken. Is het afgelopen met. Gewoon doortrekken. Deze man die heeft ze. Ik weet niet waar hij mee bezig is. Ik snap het echt niet. Ik begrijp best dat je bijbelgevoelig bent en dat het je aanspreekt hoe Jezus was. Maar dat je hiervoor kiest. Ik laat hem even doorlopen voor een paar minuten, anders wordt het veel te lang, mensen. Ja, ik heb nog maar 10 minuten. There was a bit of a dust-up with the invite list at the White House. And apparently the Vatican had some issues with some of the people the White House was inviting. What about that? Well, I think they should have some issues. It's kind of rude and insensitive to try to use the Pope as a political football for what is a very extreme end of the progressive agenda. I mean, if King Salman were coming, you're not going to have people there that hate Saudi Arabia and what they stand for. If they would be respectful of King Salman and you won't have the Dalai Lama or people from Mongolia there when Xi Jinping's in later on in the week. So why would they do that here? Yeah. Why do you think that is? I think the Chicago administration are experts in political theater. The future of the Catholic Church, it seems like it has taken a turn under Pope Francis and definitely putting a different message out there. Did you think it needed a refresher, and how do you think it goes forward? Well, I think it's exciting that the Pope has generated so much enthusiasm among the young and among a broader swath of Catholics that might have been a little bit removed from the Church. The atmosphere and attitude that he has put forth of embrace, of being less judgmental, of being... Goed in de gaten houden. Die man die hier in beeld zit, iets van het midden aan de rechterkant, met die witte jurk en het keppeltje, die is onfeilbaar. Being warm and open, you know, basically making the argument that perhaps those who have sinned the worst need the church more than ever, you know, and that we detest the sin, but we don't necessarily detest the sinner. I think that's a very interesting platform that he's put forth. He's the first pontiff to talk to a joint session of Congress. He comes at a time when Congress is dealing with a potential government. Ook hier even uitleggen. Dit is het Amerikaanse congres. Dat heeft de paus toegesproken. En hier zie je een Vasquez. Dan moet je even inzoomen, dan ga je maar naar Jordan Maxwell kijken. En Maxwell is met dubbel L, maar als je gewoon Jordan Maxwell, dan kom je er ook aan. Maar hier hangt de andere Vasquez. Dat zijn fascisten. En die hebben Amerika overgenomen. En de paus, de corporatisme, sorry. Ik moet even iets wegklikken. Het corporatisme waar je net over hebt gehoord spreken, hè? Dat is precies hetzelfde als het fascisme. Het communisme ook. Om dan maar te zwijgen over democratie. Maar wat wij willen is een republiek. Een anarchie. Wij willen een toezichthouder, een gouvernant, en dat kost je 5% van je turnover. 5% van je omzet. Zoiets. Maar de rest is allemaal gratis. Er zijn heel veel bouwvakkers die werken dan door de week. En op zaterdag gaan ze even langs bij tante Jo. En dan maken ze ook nog wat. Dat is een moeilijke rekensom, maar zo moet het dus. Hè? En dat wordt verhinderd. Een shutdown over funding of Planned Parenthood after these gruesome videos about allegedly selling fetal body parts and tissues. And today. Hoorde je dat?
dat die organisatie die je net zag, georganiseerd, zoals in gepland ouderschap bij die organisatie. Even van audio. Die. Deze organisatie. Die verkoopt gewoon de foetus delen. Dus als je een abortus laat doen. Maar dat spul dat gaat niet per se. Ja, dat wordt niet echt begraven. Snap je? En dat is spul. Daar zitten stamcellen in, bijvoorbeeld. Of wat anders, whatever. Dat is gewoon spul. Je kan ook iemand van een nemen een kip, de kop eraf, en alle veren eraf, en dan geef je zo'n blote kip, die geef je aan iemand. Ja, gooit hij hem weg, of eet hij hem op? En Planned Parenthood, daar kan je gewoon, als vrouw schijnt het dan zo te zijn, kan je gratis of voor een kwartje of zo. Ja, dan krijg je gewoon abortus, ontvruchting. Ja, dat is een prima idee. Fetal body parts and tissues. And today, they're voting on late-term abortion in the House. Does he affect that? I hope he will. He may have an opportunity. I don't know if he'll step into that or not, but he's the ultimate protector of life in the world, and it would be, I think... He is the ultimate protector of life in the world? Ik heb net dat boek laten zien van Avril Manhattan. Vietnam, why did we go there? Is dat beschermen van leven? Oh, mooi zijn nog. It's important for him to make some broad statements about the sanctity of life. That's what the Catholic Church is all about. And that's what conservatives would love to hear. While President Obama and his administration will highlight income inequality and climate change and that sort of thing. Dat is ook leuk. De paus is ook meteoroloog en klimatoloog. En de paus verduidt omdat hij al die inzichten heeft. Die maakt zich ontzettend zorgen over het weer. En hij zegt, mensen, doe wat aan het weer. En de paus heeft daar dus allemaal ideeën over. Dan als wij dan minder CO2 produceren, dan gaat alles veel beter. Ja. Het punt is, als je bijvoorbeeld gaat dansen... Ja, dan produceer je meer CO2 dan als je helemaal totaal stil zit. Dus wat zou de paus van ons willen? Last thing. When you write this book, what's the message? I wrote the book. Dat is het boek. Ja, nu zie je het boek, hè? Ik praat niet uit mijn onzen van mijn rug, hè? Because when Catherine and I came back from Rome, I would speak about diplomacy and the Holy See, and I found that people knew very little of the role the Holy See played outside of theology in the engagement of the Holy See, moet ik even toelichten. Wij noemen dat de heilige stoel. Maar de Holy See, dat is ook het heilige zien. Ook het heilige gestoelte of zo. Among states or in the world, and so I thought I'd write the book to maybe explain a little bit the important contributions they've made to diplomacy and to make the argument that in the world we face today of these religious-oriented struggles and things, that the Holy See is particularly valuable. And lastly, that they're a particularly valuable partner of the United States. We're the only two sovereigns that are squarely founded on the natural rights of man rather than our rights coming as a grant of some divine right monarch or a state. Is the biggest battle they have against secularism? Well, Pope Benedict would say that. This Pope hasn't spoken up so much about that. He's spoken up a little bit about rampant materiality, which is, I guess, a cousin to secularism. But ultimately, as I think Cardinal Wolf said the other day very well, that secularism threatens the very fabric of the very moral fabric of society. And that audio? Dat was hem. Ik hoorde hiervoor al heel veel bullcrap.
ik wil hem niet stilzetten vanwege de tijd, want ik wil ook nog Donald Trump gaan doen. Het liefst in één keer. Secularism is the main cause, of is the destruction of the moral. Ik moet het toch even terug pakken. I think Cardinal Wolf said the other day very well that, ja, that secularism threatens the very fabric of the very. Ja. Secularisme bedreigt the very fabric. Bedreigt de structuur. Moral fabric of society. De morele structuur van de samenleving. Secularisme bedreigt de morele structuur van de samenleving. Jezus, wat een moeilijke vertaling was dat. Maar het is ook een heel ingewikkelde zin. That the idea that there are no fundamental and unmovable truths. And even worse, that maybe the secular beliefs are the new fundamental truths. And I think that's very dangerous, you know. St. Augustine said one time that if we don't have truths and justice, we are nothing but a band of robbers. Ja. Truth and justice. Wat is truth and justice in het geval van het seksuele kindermisbruik door de katholieke kerk, haar medewerkers? Laat staan wat ze gedaan hebben met de hugenoten tijdens de Bartholomeusnacht. En wat ze gedaan hebben met de Albigensers, die wij ook wel kennen onder de naam de Katharen. En wat was precies de rol van het Vaticaan tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hij een beetje met zijn mooie overhemd en zijn fijne stropdas. Ja, is allemaal prima, ja. Maar hij is wel borderline bezig. Want dit komt niet goed over, meneer Francis Rooney. Niet dat hij slecht is of zo, hè? Maar deze eikel is nog erger. Deze kennen jullie wel. Dit duurt 9 minuten. Ja, kop. Well, I want to thank your eminence. This is very good to be with you again. Beloved governor. We can also agree on the need to stand up. Oh nee, fuck. Dit gaat niet goed. Nee, sorry. And the great religious leaders here tonight. Nee, ik ga er. Dit was een uitzending 129. En ga ik nu door met 130, ja? Dus ik ga me ontzettend haasten. Maar op zijn hamburgers, dan blijf ik het gewoon zeggen, hè? Tjus. Dag lievers. En dan nu, tot zo. Bij 130. Over Donald Trumpet. Dat wordt lachen. Oh, dan ga ik er even op lopen zeiken. Nou, kom, tot zo. Dag lief.